Weet je wat Blue Monday inhoudt? Ja, dat is de depressiefste dag, toch? The fact that you feel way more blue than any other Monday, because you have to start again. Just what I know about that. And it's I believe in that on Mondays anyway. On every Monday? Yeah. Why is that? Because I have to go to college for 4 hours on a Monday at 9. It's cold, nothing exciting happens. There's exams, so much to study, and you have to start again after the holidays, so that's why. Ik geloof er wel enigszins in, maar volgens mij is het ook wel een beetje wat jezelf ook een beetje klein beetje aanpraat. Maar dat het feit dat het donker is en al een paar maanden donker is, dat je daardoor minder fijn voelt, dit weer, helpt natuurlijk niet mee. En winterdips en zo, hebben jullie daar wel last van of dat ook niet? Ja, dat wel, maar dit jaar ook helaas gelukkig minder. Maar dat is dus gewoon eigenlijk heel de winter door, dus niet per se op een maandag? Nee, het is gewoon eigenlijk gewoon, het is niet één dag zeg maar, het is wel gewoon een paar weekjes of zo. Ik heb niet echt per se iets tegen januari. Ik vind niet een hele leuke maand, maar ik plan wel altijd dingen om het leuk te maken. Dus, ja. Zoals wat dan? Wat voor dingen maak jij januari leuker mee? Festivals, feestjes. Weekendjes weg doe ik ook al vaak in januari plannen. Een beetje vitamine D slikken, wat meer lever eten, dat werkt voor mijn idee. Maar... Lever eten? Ja, gewoon broodje half om, weet je wel, pikken vlees en deel. Ja, vind ik wel lekker, dat is wel goed voor je. I don't mind January, yeah? New Year. Yeah, so you like January in general? Yeah, do people not like January? Yeah, I think I like January. Is there another month which you like least? Probably February. I feel like it's just, what's going on in February? En heb je al goede voornemens gehad die bijvoorbeeld gefaald zijn? Want ze zeggen dat dat ook onderdeel is van de Blue Monday. Nou, als ik een goed voornemen doe, dan laat ik het juist nu pas beginnen in plaats van 1 januari. Dus zover gaat het nog goed, maar ja, ik ben ook nog niet begonnen. En wat is je goede voornemen dan? Dat ik elke dag weer ga sporten. Maar... Iedere dag? Nou, door de week. Niet in het weekend. Maar tot nu toe gaat het... Op zich prima, ja. Het is de eerste dag en heb het nog niet gedaan, maar ik ga het wel vanavond doen, dus. Drink less. That's like number one. And then, like, just like, be like enthusiastic and, yeah, I don't know. That's the plan. Do they usually work for you? Good intentions? Yeah, I like to think so. Je kan elke dag goed voornemen starten, toch? Dus ja, waarom zou je het 1 januari beginnen als het ook gewoon 3 maart kan of 14 augustus of...